Goed, als je de komende podcast luistert, dan weet je dat ik voor het eerst in mijn leven baby fever heb gehad. Ja, ik weet niet wat de laatste tijd met mij gebeurt. Nu zag ik op NPO een video. Max werd op zijn 18e vader. Laten we gaan kijken of ik door deze video van mijn baby fever afkomt. Ik ben zo'n loser. Bij een tienervader denk je misschien al snel aan een tokkie, een probleemjongere of iemand die sowieso de moeder en het kind verlaat. Jongen, dat is helemaal niet waar ik aan denk bij een tienervader. Ik denk aan een vader die nog tiener is. Dit is NPO 3. Toch helemaal zo all-inclusive, niet discrimineren, niet roze haren. Bij een tienermoeder zou je waarschijnlijk heel snel denken aan prostitutie. Een gore s***. Of ja, gewoon een tiener die fucking moeder is geworden. De 19-jarige Max werd vorig jaar vader en kan goed meepraten over deze vorm. Vader, oké. Okay. Goedemorgen. Ik ben Max. Kom verder. Hij ligt nog te slapen, maar moet eigenlijk wel wakker worden. Dit is al meer volwassen dan ik ooit de deur heb open gedaan. Toch? Doen jullie ook gewoon altijd de deur open door? Oké, dat was ook niet. Deze kill doet open. Hey, super leuk te ontmoeten. Even stil zijn. Kind ligt te slapen. Ik heb net ook mijn belastingaangifte gedaan. Op tijd. Ja, ik had nog een week zelfs. What the fuck? Ja, mooi hè? Boet? Nee, Boet is leuk. Boet is leuk. Oh, het is ook een cute. Nee, ik bedoel. Wat een nerd! Hij is ook 8. Ik zou sowieso winnen van hem. Moet ik mijn neus dicht houden? Ja, ik zou het wel doen als ik jou was. Oh ja, ik zie heel veel poep. Ja, ik ben eraan gewend, hè? Ik heb nog nooit een luier verschoten. Nee. Nou, oud ben je ondertussen. Wacht even, Max. Doe nou niet alsof zij raar is. Jij bent hier de gek. Jij bent 18. Ik ben 26 en ik heb nog nooit een baby vastgehouden. Dus ik heb nog nooit een baby gezien, denk ik. Ja, dat wel. Ik heb gewoon op straat of zo. Ik vast wel een kinderwagen voorbij. Ik heb pas geleden die video van Roy Donders bekeken. Dus ik kan best wel zeggen dat ik bijna vader ben. Bij. Zeker. Ik heb gehoord dat... Oh, hey, de moeder is ook 18? Shit. Ja, weet ik veel. Ik dacht Max heeft een keer een gekke wilde avond gehad met een cougar. Waarom gaat dat niet de serie over haar? Want het gaat zo erg over Max dat er vrouw Max staat. Zo, ze zijn zo getrouwd. Jezus. Ik heb gehoord dat hij van smerk aan zijn. Uiteraard. Ja, moet. Dit kan op tafel. Kijk, ga ik mijn stek pakken. Het is echt wel een vader die benoemt wat hij aan het doen is. Ah, dan kan, jongens, dit kan op tafel en dan ga ik nu mijn stek pakken. Ik ben nu mijn brood aan het smeren. Ik zit op een bureaustoel. Die! Nou, dit is niet wat vaders doen. Dit is echt... Neem me eens terug naar het moment dat jullie erachter kwamen dat Dennis zwanger was. Er was paniek gelijk, maar het was niet in mijn hoofd dat ik zwanger was. Nee, dat is goed. Medisch gezien is dat heel erg fijn. Pas de dagen daarna dat je meer testen gaat doen, toen kwam het besef een beetje van oké. De zwangerschapstesten werken gewoon. Lijp. Hoe was het besluit van we gaan dit ook echt doen? Ik kwam er heel vroeg achter dat ik zwanger was, rond de 3-4 weken al. En ik heb een keuze gemaakt rond 9 weken. Dus ik was er best wel laat bij. Puur omdat we ook niet echt op één lijn zaten van hé, wat willen we nou? Oh shit, wie wil hem weg hebben? Iemand wil de boot niet in hun leven. NPO denkt natuurlijk gelijk nu weer aan Max, hè? De tienervader die het hele gezin verlaat. Fuck you NPO, ik ben team Max. En vanaf nu team Omroep Max. Oké, wow. Daar had jij wel nog moeite mee. Voor mij voelde het totaal niet alsof ik vader was of alsof hetgene wat in haar buik zat van mij was. En dat Dennis ook de keuze maakte om het... ermee door te gaan, zeg maar. Ah, shit, het was toch Max die twijfelen. Nou, oké. Nou, hij is gebleven, toch? Hij heeft nooit nagedacht over... Ja, als man heb je ook gewoon wel een keuze. En dat is... Ga je weg of blijf je? Oké. Kut, Max. Teamleider, nu sta ik voor lul. Ik heb hem helemaal verdedigen. Dang, zo. Dat vond ik wel lastig, omdat je dan in één keer... moet kiezen ook tussen je vriendin en wat je misschien zelf voor je ziet. Ik ben ook echt van overtuigd dat daarom zo'n zwangerschap zo lang duurt, zodat je er gewoon een beetje aan kan wennen aan het idee. Ja, dat klopt. Dat is waarom je 9 maanden zwanger bent. Zodat de man kan wennen aan het idee. Dat en omdat als je eerder bevalt de baby gewoon nog niet leeft. Hé, de miskraam. Eigenlijk kwamen die echte emoties van het vaderschap pas op het moment dat ik echt volledig was gesetteld. Dat ik mezelf die ruimte niet wilde gunnen voor die emoties, omdat ik gewoon...
in mijn hoofd wel belangrijkere dingen te doen had. Je merkt wel heel erg dat Benne gewoon veel volwassener is. Maar dat is vaak met vrouwen. Die zijn gewoon eerder volwassen. Op zijn leeftijd denk je eigenlijk alleen nog aan poenie en masturberen. En het gaat ook niet weg tot... weet ik niet wanneer, maar in ieder geval 26, dat weet ik wel. Even tijd voor wat cijfers. De gemiddelde... Ja, fuck. De gemiddelde man die vader wordt, die verlaat de moeder. Ik geef mannen over het algemeen een 3,5. De gemiddelde leeftijd om in Nederland voor het eerst vader te worden is 32 jaar en 8 maanden. Daar zit Max met zijn 18 lentes jong natuurlijk ver onder. Maar hij is niet de enige. In Nederland zijn er ongeveer 269 tienervaders. Dat is 3 keer minder dan tienermoeders. Oh, dat is, hey, dat was een positief feitje over tienervaders. Maar 3 keer meer daarvan zijn kenkelaars. Het precieze aantal tienervaders is onbekend. Want niet alle vaders hebben hun kind juridisch erkend of ze hebben geen ouderlijk gezag. Dit geldt zeker voor jonge vaders. Voordat we naar Max zijn werk gaan, brengen we Boet langs bij zijn oma. Sinds Max vader is, werkt hij fulltime bij een salesbedrijf voor goede doelen om zijn gezin te onderhouden. Oh, nee. Nou, kom maar. Ik weet nu al dit bedrijf van binnen eruit gaat zien. Ja, en dan komen we zo binnen en heb je eigenlijk hier direct al het allerbelangrijkste van ons bedrijf. Geen woorden, maar cijfers. Ik wist het gewoon. Dit is altijd zo'n domme quote aan de muur. Never back down, never give up. Schrijf mensen in en je verdient pap. Oké. Allereerst punt, inderdaad. Ja, Flo, wie kent dit nog niet? Wij met z'n allen zijn continuïteitswezens. De mensen die wij aan de deur treffen, de mensen die jullie aan het pitchen zijn, zijn dus ook mensen die het vervelend vinden om zichzelf tegen te spreken. En daar... Ik heb dit werk ook gedaan, het is vreselijk. Je bent eigenlijk continu bezig om mensen te manipuleren. Je krijgt ook altijd dit soort speeches met zorg voor een ja-flow, want dan is nee zeggen moeilijker. Maar nooit krijg je eens een speech over hoe belangrijk het goede doel wel niet is voor fucking kinderen in Palestina. En daar kunnen wij gebruik van maken door onze verhaallijnen. Ik ben het zij zeggen, ja, ik vind het probleem belangrijk, ik vind de oplossing goed, u snapt vast dat het op dit moment heel erg belangrijk is. Ja, bam. Het herhalen is enorm belangrijk. Jeroen, hoe vaak moeten wij iets tegen deze groep zeggen voordat ze dat onthouden? 7 keer. 7 keer. Zijn hier vragen over? Yep. Ja. We moeten vandaag op pad voor de Hartstichting. Heb je daar informatie over? Fuck de Hartstichting. Speel in op de emotie van hun moeder. Ik merk gewoon dat sinds jij hier binnen bent er een soort knop om is gegaan naar Sales Max. Ja. Hoe vind jij dat? Ja, dat is wel echt een typisch voorbeeld. Ik hou heel erg van mijn werk. Er zijn op dit moment 2 dingen belangrijk voor mij in mijn leven. Het alpha trainingsbeleid. Oké, we gaan door. Ik wil gewoon zien hoe die met kinderen is. Ik hoef het allemaal niet te zien. Oh, ze lieten eerst zien hoe mensen op straat denken over tienervaders. Ze meisje achterlaten of zijn vrouw achterlaten. Hij had het veilig moeten doen. Ja, dat is één ding wat zeker is. Goed, zijn er ook motiverende woorden voor hem als tienervader? Ik vind het niet heel verstandig. Je komt net van de middelbare school. Ja, veel succes. Nou, dat is lief. Ik weet niet of hij het echt zo bedoelde. Zijn vriend had natuurlijk ook een mening en een reactie op dat hij vader werd. Laten we daar even naar kijken. Hoe reageerde jouw omgeving op het nieuws? Ik merkte dat voor de mensen van mijn eigen leeftijd, dat die wel heel erg waren van... Wat ga je nu doen? Hoe dan? Er waren wel echt een paar mensen die gewoon heel erg bot waren. En dat vond ik soms wel, dat vond ik wel vervelend. Vooral omdat ik zelf nog niet wist wat ik wilde gaan doen. En dat er dan wel mensen zeggen, ja, wanneer ga je ze in de steek laten dan? Het voelt niet alsof je iets leuks gaat doen als vaderschap. Wat? Stel je wordt vader en je maat zegt tegen je... Hé, hey, wanneer ga je ze in de steek laten dan? Wat? Volgende week? Wat zijn de stereotypes waar jij mee te maken krijgt? Een beetje tokkiebeeld van mensen die dan rokend achter de kinderwagen lopen, geen diploma hebben, een slechte thuissituatie. Tot voor kort was Max student, maar zijn leven maakte een U-turn. Oké, die klopt wel. Bijna wel niet. Die klopt hoor, ja. Stop met de studie. Wat ik het grootste probleem vind van de stereotypen is dat er nul informatie en beeld is over tienervaders. Niemand heeft het enige idee hoe het is. En het enige beeld dat wordt uitgesteld is dat mensen vluchten. Ik heb daar wel last van gehad omdat ik mezelf niet goed kon oriënteren. Kijk, dat is een faal inderdaad. Dat is dus waarom ik niet helemaal begrijp waarom ze begonnen met dit. Iemand die sowieso de moeder en het kind verlaat. Dat is helemaal niet motiverend voor tienervaders als ze dat online zien. Je wilt gewoon sites waar je alles kan lezen over fucking je leven die verneukt wordt. Nee, wacht. Dus stel je voor, er zijn 1 of 2 mensen die nu kijken en die worden tienervader. Aangezien Max het hartstikke druk heeft met zijn werk en vaderschap, ga ik hem helpen in de sales. Zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Stelt u voor, u heeft een probleem, maar ik heb een pen. Dit is dan toch pen to be? Ah, oké.
Ik stop ermee. Pen to be. Oké, ik spoor even door naar deze gast. Die vertelt wat hij ervan vond dat zijn beste maat vader werd. We waren toch allebei gewoon studenten die leuke dingen gingen doen. En in één keer komt hij netjes uit zijn woorden en probeert hij toch een beetje vader te zijn, zeg maar. Dat is toch, vindt hij toch wel belangrijk. Echt wat overhemdjes gekocht en net echt als een vader natuurlijk. Oh, cute. Hij is helemaal vader dingen gaan doen. Helemaal zo overhemdjes kopen en hij doet waarschijnlijk nu ook dit in de auto. Hé, ik hoorde iets kraken. Meer, ik denk dat Max vanaf nu ook snurkend in slaap valt voor de televisie. Maar gewoon echt zo hard snurken dat de rest van het gezin gewoon niet meer verstaat wat er wordt gezegd. Vroeger hing Max uit school met vrienden, maar nu maakt hij tijd om leuke dingen te doen met zijn gezin. Oh, leuk. Kijk, wintersport. Ze gaan met Boet indoor apres-skiën. Hey, bootcamp. Moet goed komen. Ja, dus bootcamp. Hij, de kind heet Boet. Ja, je bent wel ontslagen. En hoe is Max nu als vader? Die is aan de ene kant heel verantwoordelijk, maar aan de andere kant ook heel los. Dus die durft wel dingen aan. Die durft ook gewoon met hem een reis te maken, naar de dierentuin te gaan. Dus... Sterker nog, as we speak, is hij zie je, daar is hij Boet een backflip aan het leren. Oké, ik moet zeggen, mijn babyfever begint al weg te gaan. Toch, dit lijkt me vreselijk. Fuck off. Ik vind zelf zwembaden al goor en dan moet je met je kind van één gaan zwemmen. Geloof mij, zij poepen de hele dag. Het lijkt me sterk dat ze niet meer poepen op het moment dat ze in een zwembad liggen. Dat moet op een gegeven moment bruin worden en doe je een beetje zo. En dan loop je weg met je kind, zodat je niet schoonmaakkosten hoeft te betalen. Nou, je bent 19, we zijn nu je eigen huis aan het inrichten. Ja. Hoe heb je dat allemaal al gedaan? Ja, ik ben sowieso al heel lang bezig met geld sparen. En altijd al wel goed geweest met geld. En al sinds mijn 10e ook al bijbaantjes gehad. We zitten in een huiscrisis. Een gemiddeld huis is 4 ton. Ik zweer, al had jij vroeger 28 bijbaantjes. Ik heb in mijn werk gezegd, hey, ik kan niet voor een gezin zorgen met dit werk. Dus ik zou hier graag willen stoppen. En toen zei ze, ja Max, het maakt mij helemaal niks uit wat je moet doen. Wij gaan gewoon een vast contract voor je regelen, dus dat is wat je nodig hebt. Oh, kijk, dat is hoe een baas moet zijn. Alsnog kan je daar geen huis van betalen. Ja, ik weet wat een branch manager verdient in de sales van zo'n bedrijf. Dat niet eens in de buurt van een huis kunnen betalen. En jijzelf, jouw familie heeft het goed. Ja. Heeft dat jou geholpen om in deze positie terecht te komen? Ik denk wel dat ze heel erg hebben geholpen met het ondersteunen gewoon in de opvoeding. De reden dat ik altijd zoveel spaar en heb gewerkt en goed ben met geld. En? Ze hebben wel geholpen met het huis. We hebben bijvoorbeeld ook de wasmachine van hen gekregen. En ze hebben ook een klein bedrag meebetaald. Juist, daar is het antwoord. Kan je wel een salespraatje houden over dat je op je 16e een bijbaantje had als vakkenvulling? Dan kan niemand kan daar een huis van betalen. Het waren zijn ouders die zijn bijgesprongen. Plus we zagen net dat je vrienden er zo uitzien. Vanaf toen wisten we al dat je niet zelf een koophuis voor elkaar hebt gekregen, Max. Ik heb niet echt het gevoel dat ik de tienertijd heb ingeleverd. Ik heb eerder het gevoel dat ik het volwassen leven wat eerder ben gestart. Als ik bijvoorbeeld nu geen kind had gehad, had ik nu geen koophuis gehad op mijn 19e. En ik heb liever een koophuis op mijn 19e waar ik dan heel blij mee kan zijn dan avondjes in de kroeg steeds, zeg maar. Ik drink geen alcohol. Wat jouw denkende mind... Shut up. Ik zweer, we zien Max binnen 3 jaar online cursussen verkopen. Ik zweer. En ik ga het kopen ook, weet je wel. Gewoon support Boet. Verder, diep respect hoe Max en Denne het doen. Ik snap nog steeds niet dat Denne niet in de titel staat. Echt respect hoe ze het doen. Ik ben mijn babyfever kwijt. Ik ben blij dat we hier naar gaan kijken.